Ik ben Suzy Wouters, ik ben 51 jaar, ik kom uit Scherpenheuvel-Zichem en ik ben volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Belang. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ik heb deelgenomen aan de verkiezingen omdat ik heel graag wou samenwerken en meewerken met voor een goede toekomst voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Opdat er nog een welvaart zou zijn, nog een sociaal vangnet, maar vooral ook waar Vlaanderen nog Vlaams zal zijn. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? De dag zelf van de verkiezingen was eigenlijk vrij rustig. Ik heb uitgeslapen, 's middags met mijn man iets gaan eten. Na de middag zijn we gaan wandelen in Scherpenheuvel, waar ik afkomstig van ben. En dan hebben we ons klaargemaakt voor dus met enkele vrienden en enkele bestuursleden van onze partij van Scherpenheuvel zijn we dus vertrokken naar Londerzeel, waar de partij samenkwam. En in die, tijdens die rit naar Londerzeel kwamen dus de eerste resultaten al binnen. En die waren dus veelbelovend, dus de sfeer zat er echt al goed in. In Londerzeel kregen we dus nog meer resultaten. En ja, dat was overweldigend. Er waren heel veel emo-momentjes, toch voor mij. Want als je dan zelf verkozen bent, ik wist het eigenlijk heel vroeg dat ik erbij was. Dat is toch wel een heel speciaal gevoel. Want dat is op die moment toch zoveel kiezers hebben hun mij vertrouwen gegeven. En ja, dat is de mooiste beloning die je kan krijgen van het vele werk dat je eigenlijk gedaan hebt. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, absoluut. Ik heb tijdens de campagne eigenlijk voor mij niks verwacht. Maar heel de campagne heb ik gehoopt en nog eens gehoopt dat onze partij heel sterk zou groeien en dat we sterk vertegenwoordigd zouden zijn in de drie nieuwe parlementen. En dat is ons met glans gelukt. En natuurlijk, als je dan zelf verkozen bent, ja, dat is geweldig. Dus inderdaad, ik was heel tevreden en we zijn heel tevreden. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ik kijk heel erg uit naar de samenwerking met de collega's binnen onze fractie. En ik hoop dat we onze standpunten, de dingen waar we voor staan, de dingen waarin we geloven, dat we daar zoveel mogelijk van kunnen realiseren. Dus het zal heel veel vergaderen zijn, heel veel dossiers doornemen. Ik zou heel graag de commissie van welzijn, maar het is nog allemaal niet beslist. Dat komt later nog wel. Maar ik zou heel graag de commissie welzijn, omdat ik ook 20 jaar in het ziekenhuis gewerkt heb. Mijn man doet ook nog thuisverpleging. Dus ja, we horen wel de noden van de mensen, de frustraties, waar dat het schoentje knelt. En daar is toch veel werk aan de winkel. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ik heb dus na 20 jaar dienst in Gasthuisberg mijn ontslag gegeven, omdat ik daar ook 90% werkte. En volksvertegenwoordiger is geen 9-to-5 job, is dus eigenlijk een job van ja, 7 dagen op 7. En dat is niet combineerbaar als je echt een goede volksvertegenwoordiger wil worden en een goede dossierkennis wilt hebben, is dat echt niet combineerbaar. En ik wil me 150% inzetten in deze job. En ja, dan ga ik er volledig voor gaan. Dus. Wat is de impact op je sociale en familiale leven? Voor ons zal het een hele verandering zijn, omdat ook mijn man in het ziekenhuis werkt. En wij reden dus bijna altijd samen naar het werk. We gingen ook samen 's middags eten. Maar
Ja, het is geen 9-to-5 shop, zoals ik al zeg. Het is 7 dagen op 7. En in het begin zal het echt een zoektocht worden om mijn job, allee, een gezond evenwicht te zoeken tussen mijn job en tussen mijn familiale leven. Want dat vind ik ook heel belangrijk. Ik vind ook dat je nog altijd onder de mensen moet komen. Want politiek is voor mij ook, dat begint tussen de mensen. Je kunt geen politiek doen als je niet weet waar dat de mensen zich mee bezighouden, waar dat ze wakker van liggen, wat hun frustraties zijn. Dus het zal een zoektocht zijn en ook een uitdaging. Maar dat gaat wel lukken. Mijn man zit ook in het bestuur van Vlaams Belang in Scherpenheuvel. Dus we doen al heel veel dingen samen. Hij staat ook voor 100% achter mij. Dus. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Ik wil vooral een heel goede politica worden. Een heel goede volksvertegenwoordiger. En daar ga ik me 150%, zoals ik al zei, voor inzetten. En dan, ik ben een gewone vrouw. Een vrouw van het volk en voor het volk. En dat wil ik ook zo blijven. En moest ik in die twee dingen de kiezers teleurstellen, dan mogen ze mij daarop afrekenen. Maar ik ga mijn uiterste best doen dat dat niet zal gebeuren.